kijk zo'n wagen. Ja, ik wil hem zo. Zo. Dan komt hij er even bij. Beetje variëren. Hoezo niet echt? Kijk, ik kan ook met mijn zingen eventjes weer. Ik vind het eigenlijk wat te cool. Ja. Vind je ook niet? Mm-hmm. Nou, dat komt al beter in de buurt. Ik vind dat hij nog roder mag. Warmer mag. Mm-hmm. Hè, Anoushka? Nou, ik moet echt even... Dat het een zonnetje is, dus ik ga hem ook even wat groter maken. Op welk taartje of welk dingetje dan ook je het maar zetten wil. Dit noem ik het kerstje op de taart. En ik vind het hier al aardig goed. Ik denk dat ik nog een klein beetje hier naar uit moet breiden en toch nog een klein beetje verder naar beneden moet. Dat zegt mijn collega. Ik ben het ermee eens. Dank u wel. Mijn dochter heeft ook... is ook docent beeldende kunst, heeft er verstand van. Dus ik probeer, ik wil er een probeer bij hem. Vandaar wel. Ja. Dat is... Weet je wel, mijn leugentje, dat je altijd goed kan schilderen... omdat je een beetje trilt als je een biertje op hebt. Zo te onzin. Normaal gesproken schilder ik nooit als ik een biertje op heb. Maar de uitzonderingen zijn er. En dit is een heel uitzonderlijk iets. Ja. Ik bedoel, ik schilder voor mijn laatste avondmaal mijn laatste schilderij. Dit is echt sterven in het harnas. Zie het effect? Het wel doortrekken en het niet doortrekken. Nou gaat hij de ruimte in. Ik vind het nog iets te veel. Beetje tegenaan tegen dat hij afzwakt. Nou ga ik eens kijken. En dan denk ik, het is te veel. Het is te licht. Nou, ik heb bijna alles al klaar. Dan gaan we dit laatste stukje nog even doen. En ja, nou ga ik dus naar binnen, hè. Hoe gaat die geer, Suzanne? Ik vind het heel mooi. Het doet me een beetje denken aan het Hallerbos. Laat ik die... Maar kijk eens hoeveel meer diepte er nou in komt, hè. Het was geen onzin wat ik zei. Nee. Dat de kers op... nou ja, ik ga het niet weer zeggen. Op een appelboom is. En hier probeer ik even tussen de boompjes. En waarom zou me dat niet lukken? Want als het misgaat, doen we het gewoon even opnieuw. Kijk, zie je? Dat daar op de horizon nog even wat is. Ik vind hem nou iets te fel. Ja, maar het idee is het goede idee. Nou, het begint er al op te lijken. Ik ga nou even heel rustig kijken, samen met mijn dochter. Waar vraagt hij nog om? Of is hij zo goed? Ik denk dat dat onderste licht bij die horizon moet nog wat beter. Ook weer gewoon subtiel. Nou, dat is weer te subtiel. Zo. Ja, loopt veel beter. Loopt het nog net even door. En dan, lieve Suzanne, lieve collega's en beste mensen. U zag net mijn laatste kwartsteen. Dat is het. Vanavond gaan we ook een heerlijk culinair. Ik heb 2 Belgische koks ingehuurd. En die gaan voor mij koken. Dat zijn uiteraard Suzanne en Wim. En die kunnen heel goed koken. En die gaan mij vanavond verrassen. En zo sluit ik mijn laatste avondmaal af. Ik zeg u tot ziens!